waarom ik altijd fiets. Ik vind het gewoon lekker. Ik voel me gewoon beter op de fiets. Ja, die manier van reizen vind ik fantastisch. Want ten eerste levert me meer tijd op. En het scheelt je een keertje sportschool. Ja, en ik ben toch een beetje fitter. Ik word vrolijker, kom je hier en je rijdt niet meer op de automatische piloot. Van het COZ om het fietsgebruik te stimuleren was voornamelijk de vitaliteit van onze medewerkers. Het thema sterk in je werk staat hier hoog op de agenda. Medewerkers pakken vaker de fiets, waardoor we dus meer parkeergelegenheid creëren voor onze patiënten, maar ook de spitsmeidingen in de regio Nijmegen en de bereikbaarheid van het COZ vergroten. Ik heb een e-bike en die heb ik eigenlijk spontaan gekocht omdat ik besmet werd door het fietsvirus van mijn collega's. Ik ben een reuma-patiënt. Het is voor mij nu een verrijking van mijn leefwereld. Ik kom verder, ik kan meer. En ik pak nu vaker de fiets dan de auto naar mijn werk. We hebben hier een fietsweek gehad. En eigenlijk kwam ik tot de conclusie van, nou, ik kan een e-bike doen. Er is een speciale koopavond geweest en ik was gewoon gelijk om. Je komt vrolijker op je werk, je bent lekker fit, je maakt de reis bewuster mee. Ik vind het lekkerder. Wat het COZ doet om het fietsen te stimuleren is echt superleuk. Je krijgt een tag op je fiets. Je krijgt bikies voor het fietsen. Daarmee spaar je voor allerlei leuke dingen in de webshop. Daarnaast hebben we een fietsregeling, maar ook een e-bike lease regeling. En het vergroten van de fietsstallingen, het realiseren van douchruimtes, regenkledingrekken, een openbaar vervoerregeling waarmee ze fiscaal voordeel krijgen en ook een samenwerkingsverband met Connection. Morgens loop ik vanuit mijn huis naar het station in Den Bosch. Pak ik de sneltrein, pak ik hier de fiets. Vanaf het station fiets ik naar het Canisius Wilhelmina ziekenhuis. En s'avonds dezelfde route weer terug. Ik dacht, als ik met het openbaar vervoer ga, dan ben ik actiever. Ik fiets, ik loop, ik heb meer tijd en ik beweeg meer. Hoe lang ik fiets? Ik fiets al een jaartje of 6, 7 ongeveer. Ik heb de auto eruit gedaan en het is gewoon onderdeel van mijn leven geworden. Als ik aankom bij het CVZ is het super fijn, want ik loop naar boven, ik pak mijn pak en ik kan lekker douchen. En dan ben ik gewoon lekker fris aangekleed, omgekleed op het werk. Ja, dat is gewoon echt makkelijk. Wij geven andere werkgevers de tip om het vooral ook te gaan doen. Maak er voor de medewerker een feestje van. We hebben bijvoorbeeld bij de start hebben wij onze fietsenstallingen helemaal versierd. We hebben een leuke week georganiseerd in het teken van de fiets. Met zelfs een fietsbroodje van de week tot proefritdagen van e-bikes. Betrek medewerkers erbij, zodat je gewoon positieve aandacht krijgt voor dit onderwerp. En doe het!